We hebben weer een nieuwe unboxing video. Yeah, we gaan weer een thehappybox.nl box uitpakken. En we laten aan jullie zien wat voor gave, coole, vette shizzle. Menizzle. Producten hierin zitten. Dus tijd om hem uit te gaan pakken. Ja, wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe unboxing video. En we gaan weer een mystery box uitpakken. Yeah. Dit is de tweede keer volgens mij dat wij de Happy Box hebben, hè? Klopt. Ja. Ja, deze is van rit 23. Dus. Rit 23 van DHL, denk ik. Denk toch. Ja, DHL. Viel toevallig op. Ja. We gaan hem uitpakken. We gaan het in een iets andere manier filmen als wat jullie van ons gewend zijn. En ja, eigenlijk niet. Ja, eigenlijk filmen we gewoon op de manier wat ze wel van ons gewend zijn. Ja, juist. Bij Too Good To Go. Net als onze Too Good To Go video's ga ik een deel uitpakken en aan jullie laten zien. En daarna wisselen we even tot Melissa het ook in beeld komt. Anders zit Melissa heel de tijd achter die camera. Ja joh, dat is ook niet leuk hè. Nee. Ik heb mijn haar gedaan. Ja, daarom. Dus we gaan hem eens openmaken. We gaan eens kijken wat voor gave producten erin zitten. Dit is overigens een box die ik al een tijd geleden heb besteld, hè? Ja, die staat alweer eventjes, Die staat hier alweer eventjes in huis. Ja. Volgens mij was het een soort van lente-editiebox. Oh, dan valt het mee. Dat die niet meer verkrijgbaar is nu. Dat zal vast niet. Hij was echt na 1 of 2 dagen al uitverkocht. Die gaan snel altijd. Maar dat is wel een tipje voor jullie. Als jullie het leuk vinden en jullie willen ook een keer zo'n box scoren, meld je even je aan voor hun nieuwsbrieven. Dus even je e-mailadres achterlaten en dan krijg je vanzelf een mailtje als er weer een nieuwe box verkrijgbaar is. En weet je welke ik ook heb geleerd via hun? Welke box er open staat? Nee. De studentenbox. De studentenbox, nou dat zijn wij. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Maar het is wel leuk om een keer uit te proberen. Ik zit nog steeds op school. Jij zit nog op school. Dus wij kunnen een keer een studentenbox gaan. Ik ben gewoon mijn leven lang student, gewoon zogenaamd. Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Zo. Ik ben wel benieuwd wat er allemaal in zit. Ik kijk heel even, want ik zie iets aan wat. Oh, wat kijk jij? Zie je folders of iets? Of... Oeh. Wat hebben we? Huh? De Event Bakery. Kies je locatie en reserveer met deze code op de Event Bakery. Airsoft of paintball voor 10 personen voor 2,5 uur. Gewoon zomaar. Gewoon... Oh? Huh? We hebben voor deze box €14,95 of €14,99 betaald. Ik denk dat alleen dit bonnetje het al waard is. Voor 10 personen entree, 3 uur airsoft, 2,5 uur paintball. Dan heb je of 75 airkogels of 50 paintballkogels. Gebruik materiaal, gebruik kleding, masker, etc. Oh, zit er bij iedereen erbij? Geldig tot 3 maanden na uitgifte. Uh-oh. Oh jee, wanneer is die uitgegiften? Geen idee. Zat er geen datum op? Nee. Nou ja, dat gaan we straks even uitzoeken. Die gaan we even uitzoeken. Oké. Okay. Maar grappig. Dat is leuk, hè? Ja. Dus, wie wilt er mee? Ja, veel te veel. 10 man. We hebben er veel te veel zometeen. Ja. Okay. Nou, zullen we gewoon even gaan kijken? Ja, doe eens even kijken. Een erg gevulde box. Hij weegt ook echt weer lekker zwaar. Ja, precies. Altijd leuk. Oké, ik heb. Oh, ik heb een bonnetje. Huh? Studentenhuisarts. Studentenhuisarts, graag bieden je een flesje kater aan. Mocht je hier nog niet lukken, kijk dan met paracetamol. Oh nee joh, is het niet de studentenbox dan? Nee, het is niet de studentenbox. Maar het is misschien de reclame voor de studenten, zoiets. Oh, wat grappig. Het is verstandig om je te registreren bij een huisarts. Ja. Oké, nou ja, lekker water is altijd goed. Nou, we gaan gewoon kijken. Ja. Hey, die hebben we eerder gehad. De Napoleonnetjes. Wel de driezelfde? Ja, driezelfde ja, smaakjes. De Drop Duo. Ja, kijk, die hebben we eerder gehad inderdaad. Die hebben we eerder gehad, hè? Kijk, maar die is altijd lekker. Oeh. Het zijn wel veel weer dezelfde al, hè? Veel van dezelfde. Ja, maar dat geeft niet. Het is altijd allemaal lekker. Wat is het ook weer? Oh ja, ice latte salted caramel. Het zijn gewoon van die sachetjes, toch? Die je dan erin water doet. Nou ja, het is nu mooi weer, dus nu is dat koude koffie altijd wel lekker. Ja, zeker weten. En ik heb nog zoiets. Nog zoiets. Maar dit is wel een goeie voor mij. Oh, waarom? Oeh, een cappuccino. Cappuccino. Een heerlijke mix met ingrediënten van natuurlijke afkomst. 10 kopjes. Ja, en dat is nou wel wat ik drink. Ja, dat drink jij wel, hè? Cappuccino drink ik. Cappuccino. Nou ja, dit is een andere was koude koffie. Kan ook lekker zijn. Het is echt gevuld, hoor. Ik voel weer een noedelsoepje. Oeh, lekker, ja. Met welke smaak is het dan, hè? We hebben er al 3-4 staan. Dat is... beef. 5 spices beef. Aromatic spicy soup. Oeh, spicy. Ja. Pittig soepje. Ik denk het. Asian blast.
Nou, we hebben nog die andere ook nog steeds staan. Die heb je nog niet op, hè? Nee. Die andere spice die je had. Dus dan hebben we weer een lekkere erbij. Kijk eens. Oh, lekker. Lekker, ja. Oké. Ik heb gevuld. Ik denk dat we gewoon dadelijk halverwege maar gaan wisselen. Ja, hij is echt wel goed. Hij is echt gevuld. Ik denk dat ze weer zo'n hexadiagonaal verpakkingje... Wat, een hexadiagonaal? Kijk, dingen van jou. Oh, een hexadiagonaal verpakkingje. De matjes. Ja. Lekker. Nou, dat is helemaal goed. Met Pasen en zo, dan zijn deze toch altijd op tafel? Dat is toch, dit is toch de traditionele... Ja, dat vraag ik ik weet eigenlijk wel zeker. Nee. Dit zijn de matzes, de paaskrekkertjes die je dan hebt. Het zijn echt heel licht altijd. Die. Moet je er 10 van nemen, dan zit je een beetje vol. Ah. Wat is dit? Kijk, niet zo moeilijk. Oh, nou spiek jij. Oh, wat heb jij? Hé, hey, een maatbeker. Dat is super handig. Een maatbeker. Wat grappig. Oh, er zat ook op voor, dit is voor zoveel, voor 4 personen couscous, 4 personen rijst. Dus zoiets zie ik denk niet op beeld, net niet. Nee, ik denk dat lukt niet. Maar het zat in ieder geval op voor rijst, couscous, macaroni, fusilli, pennen, vervallen. Weet je wat ook grappig is? Dat wist ik nooit. Dat heb ik misschien dat ik nu iets zeg wat al lang bij iedereen bekend was. Dat je die rondjes onderop, hè, die twee. Ja. Die rondjes hieronder. Dat als je dan spaghetti pakt, dus dat pak je in zo'n bundeltje samen. Dan is het kleine rondje is genoeg spaghetti voor 1 persoon. En het bovenste rondje is genoeg spaghetti voor 2 personen. De diameter, zeg maar. Ja, de harde nog. Serieus? En als je die hierin doet... Ja, misschien is het heel nogmaals, zeg ik nu iets wat iedereen al lang wist. Maar voor degene die het nog niet weet, misschien dat ik iemand iets leer. Als je hier dus gewoon de lange staven spaghetti in doet... dan is dit voor 2 personen en dit voor 1 persoon. Okay. Dan heb je nooit heel veel over. Want ik vind het altijd zo lastig in te schatten hoeveel je dan nodig hebt. Ja, dat snap. En dat is dus ook zo'n soort maatbeker daarvoor. Okay. Super grappig. Okay. Dus dat was even een lesje tussendoor. Hé, hey, volgens mij hebben we zoiets ook al staan, toch? In de kast. Is het zo? Een soort van chili saus. Ja, volgens mij wel. Of het was net weer een ander smaakje die we vorige keer hadden. Maar het lijkt er wel op. Dat die hot chili saus. Ik ben niet zo van de hete, pittige sausen. Maar jij vindt het soms wel lekker. Heerlijk, heerlijk. Maar waar doe je dat nou eigenlijk op? Is het voor vlees? Sorry, ik kom even terug. Weet ik niet. Is het voor... Dus daar ben ik even aan het voeden. Ja, dat is goed. Ik was aan het denken of dit nou juist iets is wat je door zeg maar, de rijst kan doen. Of juist iets voor vlees om erbij te eten. Nou, misschien heb ik het nu even pakken. Het is dan de laatste ik weet ook niet. Dan mag jij, gaan we even wisselen. Oh ja? Ik voel sowieso nog heel veel blikjes. Ik voel volgens mij nog meer van die soepjes. Echt waar. Hij is hier nog heel erg gevuld. Maar ik heb iets wat misschien met rijst te maken heeft. Oh nee. Koffie had wel gekund. Ja. Extra dark espresso bonen. Daar gaan we weer blij mee maken. Ja, hè? Dat heb ik hier ook gedaan. Wij hebben niet zo'n eentje waar je bonen voor nodig hebt. Lekker. En espresso sowieso niet zo... Nee, daar zijn we niet zo van. Liefhebber. Ik drink sowieso geen koffie. Maar als jij koffie drinkt, dan is het al alleen maar cappuccino. Alleen cappuccino. Ja. Dus nee. Oké. Okay. Hey. We gaan even wisselen. Want er zit nog best wel wat in. Maar ik vind het ook leuk dat je deze daar leuk. Huppepip. Waar? Met truc. Hey! Hey! Zo, daar zitten we dan. Ja, ja. Ik doe hem even een beetje zo, want dan kan ik net niet overheen kijken. Spannend! Graaien maar! Ik pak die! Hey, daar hebben we ze weer. De garnaal. Garnaal? Ja. Van Yum Yum. Een bami soepje. Een Yum Yum. Yum Yum. Nou, hey, dat is altijd goed. Jij eet die graag. Ja. Dat soort soepjes en dingetjes. Hey, nog meer Napoleonnetjes. Hey. Ook van Bozen. Die hadden we al, hè? Die hadden we al. Dus die leggen we erbij. Zijn hetzelfde smaakjes? Ja, zelfde smaken, zelfde verpakking. Hey! Oh, hey, ik heb een ander smaakje. Je hebt een Asian style chicken. Chicken noedelsoep. Chicken! Oké, dus we hebben de chicken bij de beef. Wat doe jij? Oh, mijn vingernagel bleef hangen achter een blikje. Een blikje? Appelsap. Oeh, blikje fruitsap, appel. Fruitsap. Van Hero, 100% sap. Zo, 100%? Het is een mat groen blikje, wat gaaf. Ja, alleen daarvoor zou ik hem al kopen. Ik voelde er nog twee naast staan, daarom doe ik mijn vinger net eraan open. Dus ik pak nog twee zo, woep. Oh, dat zijn toch ook anders. Hey. Ja, die vind ik niet zo belangrijk, die Coca-Cola. Maar die wel! IJs cappuccino! Oh, die hadden we de vorige keer ook en die was echt zo lekker. Hij is wel iets anders hoor, het pakket. Ja, er zitten, komen wel dingen... Ik kan zeggen, de producten zijn wel een soort van... Dat je een andere pakket al hebt gehad, maar nu weer een andere samenstelling. Ja. Ja, ik heb nog een bami soepje of iets. Nog een bami soepje? Ja, of iets. Het is Dat is dezelfde. Nog een beef. Ja. Een spicy. Ja. Oké. Okay. Ze schoten uit. Ze moesten even de beef. Ja, ze moesten er vanaf. Kwijt. Wat heb je nou? Douwe Egberts. Dit zijn zakjes. Ja, is het gewoon koffie? Ja, dit is gewoon koffie. Ja. Ja. Handig. Dan gewoon aanmaak koffie voor als je op de camping zit of zo. Ja, gewoon met warm water, dit erin, een beetje roeren en je hebt koffie. Ja, precies.
Handig. Oké. Dat je inderdaad gewoon wat makkelijk mee kan nemen. Oké, ik heb hier een... Oh, hey. Oh, dat zijn die lekkere, toch? Ja, dat zijn die, die Brio Apple Raspberry. Aardbei en... Ik weet het niet meer. Nou, dit is appel en raspberry. Ja, vroeger hadden we een andere smaak wel, weet ik. Die was rood. Wat is een raspberry ook alweer? Dat is toch een framboos. Ja. Ja. Ik hoor een smintje. Zoiets. Mentos. Oh, het is... Mentos! Hé, hey, aardbei of iets. Hé, hey, die kennen we nog niet. Wel kauwgom, geloof ik. Strawberry, ja, kauwgom. Strawberry. Aardbei. Aardbei. Oh, lekker. Oh, met zo'n vloeibare... Binnenkant. Dat is dan weer wat minder. Ja, wat we vorige keer ook zeiden. Als je kauw bent, en ik denk... Eeuw, er komt iets uit. Ja, precies. Dat was zo gek. Oké. Okay. Mentos. Ja, mentos. Lekker. Oh, hey, hoeveel zit er nog in? Ik denk nog... Oh, ik heb nog een blikje. Wacht, eerst even een blikje nog. Oh, nog een ander. Oh, een kassis. Ja. Oh, die is ook mat paars blikje. Echt, hè? Die heb ik een mat paars. Ja, gaaf man. Ik heb ook nog een stuk of zes. Zes nog? Maar een paar kleintjes ook. Oké. Okay. Dus gaan we eerst even een iets groter. Dat is een knijpzakje. Ik wou zeggen, een organic. Ik wou het al zeggen. Oh, diezelfde hoor. Dat is een organic. Ja, die zitten er altijd bij. Koolkokosnoot. Ja, maar dezelfde smaakje. Die vindt Mavi heel erg lekker. Precies. Vorige keer had Nova er eentje in. Vond ze niet zo lekker. Meer. Nee. Vroeger dan verslond ze die dingen. Maar nu vond ze iets lekker meer, hadden we Mavi er blij mee gemaakt. Ik denk van die schoonmaakdoekjes. Oh ja, die, dat hebben we nog. Die wipes. Oh, nee, dit is voor een autoruit. Oh, grappig. Het voelde inderdaad als die... Oh ja, glas en mirror. Is een glasreiniger. Dat is toch hetzelfde glas en mirror? Of gewoon, nee, gewoon glas. Nee, glas en een spiegel. Ja. Maar geen make-up. Nee, dat is wel handig. Oké, okay. Nou, die kunnen we gelijk gebruiken met al die handjes en zo op de ramen en op de spiegels die we hebben. Dus dat kunnen we zeker gebruiken. Ik ben wel benieuwd of zo'n doekje dan niet heel veel strepen achterlaat. En even een blikje, jongens. Kijk eens. Wow. We hebben echt al heel veel gekregen. Maar dat zien jullie uiteraard. Een kleine... Ja, dat zijn zeker weer allemaal die kleine... Wat waren dat ook alweer? Nee, ik heb namelijk ook een paar kleine, dat denk ik dat het schermetjes zijn. Oh. Maar ik heb nu gewoon kleine vierkantjes allemaal. Vierkantjes? Even een beetje zo. Oké. Okay. Oh, dit is nog één zo één. Oh, nog een Napoleon. Maar wat zijn dat dan? Ja, dat zijn die lekkere. Nee, dat zijn almond en abrikozen muesli-reepjes. Muesli-reepjes. Van die kleine... Eenhaps dingetjes. Ja, maar wel lekker. Dat hebben we een keer eerder gehad. Oké. Okay. Dat zijn wel lekker, ja. Wow. Oké. En dan had ik denk ik iets van jammetjes. Dat heb ik ook meer ervan. Even. Die zetten er ook wel altijd bij, hè, die jammetjes. Twee. Is het ook een laatste? Nee. Oh. Wel bijna. Drie. Zo klinkt het wel namelijk. Ik heb hierna nog twee dingen. Ik heb denk drie jammetjes. Ja. Wow. De Hero kersenjam. Die van Nova vond ik heel lekker. Ja, die was echt lekker. Ze houdt niet van kersen, maar die jam vond ze dan wel weer heel lekker. Ja. Ik denk nog twee. Nou. Eén. Oh nee, drie. Oh, nog een jammetje. In een hoekje. Ja. Zelfde. Vier jammetjes. Wow. Oké, okay, dan heb ik nu denk ik een kauwgom of iets, want daar voelt het zo naar. Ja. Sportlife Boost Focus. Oeh. Boost Focus. Oké. Okay. Fresh Mint. En ik denk dat ik nu de laatste heb. Even alle hoeken langs. Nou, je mag gewoon in kijken hoor, zo. Nee, het is niet leuk. Ja, ik heb iets langwerpigs. Een tubertje of een dingetje. Tandpasta. Oh, dat is die zalf. Oh, is dat die valzalf? Eerste hulpzalf. Die hebben we al een paar keer gebruikt, hè. Want het is ook namelijk tegen blauwe plekken. En aangezien Nova nogal een wilde bras is, soms die met spelen. Nova? Die heeft nog wel eens dat ze valt en dat je gewoon even een zalfje eroverheen doet. En het staat inderdaad als eerste hulp voor de cosmetische verzorging van blauwe verkleuring van de huid. En voor de ondersteuning van herstellend vermogen. En ze had het laatst gevallen, had ze hier al een heel stuk blauwe plek en zo. Dus er is al aardig wat gebruikt van de vorige. Ja. Dat is wel een hele mooie. Wauw. Maar het is inderdaad... Empty? Yes. Oké, okay, nou dan is het tijd voor de samenvatting van alle producten die in deze box van €14,99 hebben gezeten. Tada! Tijd voor de samenvatting. En het is lekker veel. Lekker. Oké, waar ga je beginnen? Zal ik mijn ding doen? Ja. Ik ga hier links beginnen. Kijk, we hebben een ijs cappuccino break, ijskoffie. Een gewone Coca-Cola. Vorig jaar hadden we een kersen of zo, toch? Ja. Volgens mij. Dan hebben we een zak koffiebonen, espresso bonen. We hebben de Matzes crackers. We hebben hier een cappuccino, maar dan inderdaad met gewoon van die zakjes die je kan aanmaken.
de ijslatte, salted caramel. En met deze temperaturen. Oh, ja. Het is nu 22,6 graden buiten op het moment dat we dit filmen. Echt? Doet hij het weer? Oh, ja, ik heb hem gefixt voor je. Oh, nieuwe batterij overal in gedaan en zo. Ja, daar ben ik voor. Hè. Goed bezig. Hé, maar dan kunnen we lekker die ijskoffie. Ja. Nou, niet we, maar jij mag hem lekker drinken. Oh, okay. Heerlijk. Dan hadden we natuurlijk de bon voor 10 keer airsoft of paintball. Bij de... Voor 10 personen, niet voor 10 keer. Maar 10 dat bedoel ik, ja. Ja, ik kan ook misschien 10 keer 1, of mag het niet? In je eentje. We hebben een klein maatbekertje met al die handige dingetjes die erop staan. We hebben de sweeps, de doekjes dus voor de glazen en spiegels. Twee keer een mini Mentos kauwgom met aardbeiensmaak. Hoeveel zit er hier nou eigenlijk in? Dat weet ik niet. Ik denk wel echt wel iets van 30 of zo. Nee, toch. Oh, nee, toch. 12. Zo, dat is net een verschil, toch? 12. Net niet 30. We hebben drie keer de mini bar met almond en abrikoos. Erg lekker zijn die. We hebben de Organic Kids met dit keer apple en raspberry. Volgens mij hadden we vorige keer strawberry. Dus ik kan niet helemaal zeker, maar die waren erg lekker. We hebben twee keer een beef met 5 spices. En één keer de tasty chicken noodle soupies. Echt, je kan hem ook maar één keer meenemen, die. Dan hebben we een katerwater. Dus een beetje de promotie om in te schrijven bij een huisarts. We hebben een Arniflor zalf, eerste hulp zalf. Ja, en die hadden we ook al gecheckt, hè? Die was toen ook al iets van 8 euro. Ja, die was ook echt duur. Als het dan niet duurder was, inderdaad, dan dat. Dus goed bezig. Hiermee en dan met die waardebon. Dus hebben we ook dik de waarde eruit. Zeker wel. We hebben drie keer de Napoleon snoepjes. We hebben een Asian, de noedelsoepje met garnalensmaak. We hebben de Sportlife Boost Focus. We hebben vier keer de jammetjes met kersensmaak. Een blikje fruitsap appel, 100%. We hebben een kassisblikje. De hot chili saus van Kotan. En de koffiezakjes. Gewoon normale aroma rood koffie. Ja. Dus inderdaad, we echt weer een pakket waar je u tegen zegt. Nou ja, wat Dennis al zei, waar je zeker weten de waarde makkelijk van haalt. Precies, dus wij zijn echt weer heel erg blij. Heel erg blij en we hoeven eigenlijk helemaal niks weg te geven. Nee, behalve de bonen. De bonen, omdat wij geen bonenmachine hebben. Nee, precies. Maar hier hebben wij een aantal mensen voor die dat wel hebben, die dat graag willen hebben. Daarom, dus wisselen een beetje af. Geven. Ja, precies. En voor de rest gaan wij hier lekker weer van genieten de komende periode. Yes. Ja, wat een pakket, jongens. En nu is de vraag, wat vind jij nou het leukste artikel van dit pakket? Het leukste? Ja, of het lekkerste. Oh, mag ook. Mag ook. Jeetje, ik was even daar aan die kant aan het kijken. Ja, het is nogal wat, hè? Nou, daarom. Ik zou dan gaan voor die bars. Die kleine... Die mini-barretjes. Ja, 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 ja. Ja, deze kleine... Ja, deze... die abrikozen. Die. Ja. Oké. Ja, en jij? Ik zou gaan voor natuurlijk die... De ijscappuccino. Oh, die is zo lekker. Maar natuurlijk ben ik heel nieuwsgierig naar die waardebon. Om met 10 personen, 10 volwassenen... Of kinderen, is dat trouwens ook? Oh nee, volwassen. 18 toch? Minimum 14 jaar België. Oh, oké. Ja, maar 18 jaar, je mag mee. Ja, voor zowel paintball als het airsoft moet je 18 jaar zijn of ouder om eraan mee te mogen doen. Maar we gaan zeker eens kijken wat het inhoudt en of het werkt. En dat laten we dan in een toekomstige vlog weer aan jullie zien. Oké. Okay. Ja, leuk. Mooi hè? Ik vind hem leuk. Hij is heel leuk. Maar dat betekent dat we nu weer aan het einde zijn gekomen van deze vlog unboxing video. Vond je hem leuk? Of vind je überhaupt onze vlog leuk? Wij zijn nog heel leuk. Wij zijn hartstikke leuk. Vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal. Nee. Onder onze video vind je zo'n rode abonneerknop. En als die rood is, heb je dan nog niet op geklikt. Is die grijs, dan support je ons al. Dus super bedankt daarvoor. Aan de zijkant van die knop vind je ook nog een belletje. Ook als je daarop klikt, dan krijgen ze... Altijd een melding als wij weer een nieuwe vlog online zetten. Nou, dat wil je. Dat wil je. Je wil natuurlijk helemaal niks van ons missen, dat toch? Laat natuurlijk die duim omhoog achter. En voor nu kunnen wij niks anders zeggen... Tot de volgende vlog. Doei! Wauw. Moet je even zien. Kijk nou. Echt hè? Nou, dat dus. Wauw. Hey Nova. Waarom was jij niet bij deze vlog? Je was lekker aan trampoline. Was je lekker aan trampoline springen, meid? Ja, aan het leren tuinspringen. Is het niet een beetje warm? Ja. Hé, maar zit er iets lekkers tussen? Kijk eens even. Wat zou jij nu het lekkerst vinden?
denk je? Wat zou jij dan kiezen? Je hebt nog niks gezien nu. Dacht ik al, ja. Ja, de, inderdaad. Wat is het? Een soort muesli bar. Voor kinderen. Nee. Nou, gaan we even lekker een ijsje eten?